Combinatie Herenpoort werkt komend weekend vanwege de aanpak van de Zuidelijke Ringweg 24 uur per dag rondom het spoor bij de Esperanto-overweg. De damwanden die de zijkanten van de toekomstige verdiepte ligging vormen, worden dan geplaatst. Hierdoor is er 2 dagen geen treinverkeer mogelijk op het traject Groningen-Hogeveen en Groningen-Wenaar-Veendam. Op zaterdag is ook de spoorwegovergang van 1 uur 's nachts tot 7 uur 's avonds afgesloten. We zijn hier achter ons bezig met het voorbereiden voor werkzaamheden die nodig zijn om straks de tijdelijke weg die we moeten bouwen om het verkeer door de stad te kunnen leiden, dus over de Zuidelijke Ringweg te kunnen leiden, om daar een voorziening voor te maken. En dat betekent op de pijlers die je hier achter mij ziet, daar komt straks een dek over te liggen. En zo krijg je een uitbouw van de noordelijke deel, de noordelijke baan van de Zuidelijke Rijbaan, dat die uitgebouwd wordt naar deze zijde toe, waardoor we daar 2 keer 2 rijstroken op kunnen plaatsen. Dus dat betekent 2 rijstroken van Hoge Zand naar Drachten en 2 van Drachten naar Hoge Zand. En dat is hier de bedoeling om dat dit weekend te gaan doen. Mensen die vragen hebben over de werkzaamheden kunnen dit weekend terecht in de informatieketen. We hebben hier een informatieketen staan bij dit werk. We hebben de afgelopen buitendienststellingen ook gehad. Mensen die kunnen daar terecht voor vragen. Hebben ze klachten, hebben ze opmerkingen, willen ze dat weten, dan kunnen ze zich daar melden. Daar zijn mensen van ons en krijgen ze daar antwoord. De werkzaamheden bij de Esperanto-overweg duren nog tot en met volgende week vrijdag.